belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. RTS Journaal, vers van de pers. Minister van Justitie Charlton Hato is momenteel in Washington D.C. in Amerika. Hij heeft daar gesprekken met onder meer het ministerie van Justitie en de State Department. Ook spreekt hij deze week met mensen van de DEA. Een van de onderwerpen van de gesprekken is de $30 miljoen die momenteel bevroren is in Amerika. Het gaat om crimineel geld en volgens Hato moet het tegemoetkomen aan het criminaliteitsfonds op Curaçao. De komende dagen zal duidelijk worden of het geld ook daadwerkelijk weer naar Curaçao wordt gestuurd. Agenten hebben gisteren een huiszoeking gedaan in de wijk Juan Luis. Daarbij is een marihuana-plantage ontdekt. Deze is door de agenten zelf ontmanteld. Ook is de eigenaar van het huis en de plantage een 32-jarige man aangehouden. De zaak is in verder onderzoek, aldus de politie. Na Qualectra, nosa tumatembo pa sirbibo, ora kumasta kuminibo. Llámanos centro de cliente a teléfono 0800-035 de chaluna para el viernes por el sector de mente de cu sector de noche para turno servicio en off para transita. Si vos que transita para ya sabra, también por ahora. Por para escoger para trabocita, riba aqualectra.com y aprovecha a mesora, pone vos documento en la cerca para vos visita cerca nos va más fácil. Sí. Aqualectra su centro de cliente huerta clapa ser vivo na e momento cuta cumini abo. Het contract tussen de Curaçaose Refineria di Corsao en de Curaçao Petroleum Refinery, CPR, is bijna klaar. Er moet nog een bankstatement worden afgegeven en daarna kan het contract getekend worden. Dat zei Patrick Newton, directeur van de RDK, gisteren in het parlement op Curaçao. Hij benadrukt tegelijkertijd dat er momenteel 500 mensen al werkzaam zijn op de raffinaderij en in Bullenbaai. Als de contracten eenmaal getekend zijn, kan dat aantal oplopen tot 2000 nieuwe banen op Curaçao. Het parlement van Curaçao heeft gisteren vergaderd over de mogelijke vervalsing van documenten tijdens de onderhandelingen voor de overname van de raffinaderij. De directeur van de RDK, Refineria di Corsao, Patrick Newton, zei dat mocht blijken dat de beoogde partner om de raffinaderij over te nemen, CPR, documenten heeft vervalst, dan is het afgelopen met de zaak. Maar volgens Newton zijn er op dit moment geen bewijzen voor en gaan de onderhandelingen gewoon door. Zorginstelling Virgen di Rosario bestaat 80 jaar. De zorginstelling benadrukt dat ze dankbaar zijn dat ze al zo lang de Curaçaose samenleving kunnen dienen. Tegelijkertijd benadrukken ze dat er een groot probleem is met voldoende personeel. Er is te weinig nieuwe aanwas. Veel mensen gaan naar Nederland of Bonaire toe omdat ze daar betere arbeidsomstandigheden krijgen. Volgens Virgen de Rosaria is het een groot probleem waar meer aandacht voor moet komen om in ieder geval te zorgen dat er voldoende zorgpersoneel op Curaçao blijft. De Nederlandse journalist Hans Berrevoet is een initiatief begonnen om te zorgen dat een van de straten in de stad Dordrecht in Nederland worden vernoemd naar de Curaçaose nationale held Tula. Volgens Berrevoet is het van belang dat meer mensen op de hoogte zijn van de strijd van de leider van een slavenopstand in 1795 op Curaçao. Dit onder meer naar aanleiding van de excuses die minister-president Mark Rutte vorig jaar heeft aangeboden voor de rol van Nederland in het slavernijhandel. Tijdens de persconferentie is gisteren bekendgemaakt dat het Tuma Festival 2023 zal worden opgedragen aan Manfred Fecco Gomez. De voorzitter van de Curaçaose muzikantenvereniging AMAC is al decennia lang een van de grote drijvers achter het Tuma Festival. Hij wordt op deze manier geëerd voor zijn langdurige werk. Journalist in Dordrecht, je bent met een mooi initiatief gekomen.
Het zou goed zijn om een straatnaam in Dordrecht naar Tula te vernoemen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de excuses die onlangs van Nederland gekomen zijn. Kun je uitleggen van waar dit initiatief? Ik ben op vakantie geweest op Curaçao. Dat is een eiland wat bij mij grote belangstelling heeft, omdat in het verleden heel vaak een vergelijking wordt getrokken tussen het eiland van Dordrecht en het eiland Curaçao. Okay. En als je op Curaçao bent, ja, dan kan je de voetsporen van Tula niet missen. Mm-hmm. Dus we zijn ook naar zijn museum gegaan en werden daar getroffen door de grote betekenis van hem, ja, die in Nederland nauwelijks de geschiedenisboeken heeft gehaald. Dus na het excuus wat de premier zei, waarmee Tula werd genoemd, is het eigenlijk in heel veel steden wat mij betreft de hoogste tijd om hem toe te vertrouwen aan het collectief geheugen van de stad en zeker in Dordrecht. Dat is een hele mooie gedachte. En je bent met het initiatief begonnen. Heb je al veel reacties gekregen? Het is net in beweging. Je ziet net dat het media aandacht krijgt. Het ligt bij de straatnamencommissie. Dat er iets mee doet. Maar soms hebben dit soort dingen een bepaalde tijd nodig voordat het echt landt. Dus ik hoop dat uiterlijk 17 augustus dit jaar, dat is natuurlijk dag op Curaçao, dat het Dordrecht duidelijk is dat hij die aandacht krijgt van wat ik vind dat hij hem helemaal verdient. En in de stad, ik ben ook voorzitter van het platform van Dordtse Kerken, we zijn ook in gesprek hoe we hier onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dus ja, dit heeft de aandacht en blijft de aandacht houden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.